Vandaag ga ik even Den Haag 7 dag zeggen. Kom maar even mee. Dylan Hagens. Hallo dames en heren. Vandaag ga ik weer een video maken. We gaan vandaag weer een hele leuke video maken. En ik moet mijn mobiel bij mijn mond houden. Vandaag ga ik zeg maar YouTubers interviewen. Wat een gezelligheid. Waar is de eerste YouTuber? Laurens. Jij bent een heel bekende YouTuber. Kom maar even hier. Kom maar even hier, gezellige vriend van mij. Ga maar even ervoor staan. Kom maar even hier. Dit is jouw stand. Zo. Oké, Laurens. Hoeveel abonnees heb jij al? 50.000. Echt? Heb jij al 50.000 abonnees? Waarom is er geen plaatje hier voor jou? Dit is mijn plaatje. Nee, die is gestolen. Echt? Ja, ja. Ben je zo bekend dat ze dat gestolen van jou hebben? Oh, dit is zijn plaatje. Hij is de vis. We trekken wel kijkers. Kijk, dat is een kijker. Oké, we gaan nu naar de volgende YouTuber. Dit was Laurens. Tot zo. Ik ga even op de trampoline springen, omdat er nu even geen YouTuber beschikbaar is. Goed zo, kom maar. Jij ook even mee. Allemaal mee. Echt leuk. Ik ga nu even springen met deze mensen. Allemaal. Oh, wat echt. Dit is echt leuk, hè? Is dit leuk? Ja. Ja, echt. Dit is echt leuk. Ik ben de enige die nu aan het genieten is. En ik vind het echt leuk. Straks ga ik van de glijbaan af. Maar dat ga ik straks doen. Eerst even met deze vrienden chillen. Jongens, pas op, want anders gaat het allemaal fout. Anders gaat het fout allemaal. Ga maar van de glijbaan eerst. Ja, ik ga niet als eerst. Want dat vind ik eng. Oh, dat vind ik echt spannend, jongens. Ik weet niet of ik dit durf. Maar we gaan het wel doen. Jongens, we gaan nu van de glijbaan. Oké, dit vind ik echt heel leuk. Dit vind ik echt heel leuk. Oké, nu gaan we weer YouTubers ontmoeten. Zeg maar dag tegen mijn kijkers. Hallo. Wil je ook even dag zeggen? Zeg maar dag. Abonneer. Sowieso. En ik ga ook naar Pascal, dat is een goede YouTuber. En naar Jaroski. Nee, geen reclame voor andere YouTubers hoor. Nou, doei doei. Vandaag ga ik even Den Haag 7 dag zeggen. Kom maar even mee. Dylan Hagens. Dylan Hagens, hallo. Ja. Ja, ik ben een grote fan van jou. Ik ben blij dat je tegen me praat vandaag. Hallo meneer. Okay. Waarom staat u met het Appie shirt? Omdat het een mooi shirt is. Dit design hebben ze waarschijnlijk heel veel geld ingestoken. Je denkt aan Nike en zo. Nee. Appie? Ze zijn geniaal, hè? Geniaal. Dat is net zoals Gucci, maar dan anders, zeg maar. Beter dan Gucci. Maar beter dan deze Gucci kun je zelf. Toch kopen. Dat is exclusiever. Echt? Deze is exclusief. Maar een vriend van mij die werkt ook bij de Appie en die heeft hem ook. Maar hij is wel exclusief. Ja, maar hoeveel mensen ken je met Gucci? Nog meer. Worden fake Gucci shit gemaakt? Oh ja, dat is wel waar. Turkije. Wordt er fake Albert Heijn shit gemaakt? Nee. Hij is mij wel een soort van aan het roosten en dat vind ik niet leuk. Ik ga straks misschien in een hoekje huilen. Dat zou ik ook doen. Dat doe ik ook vaak. Dan zijn we een soort van coole matties van elkaar. Ja. Of niet? Of ja, wel? Ja? Ja, is goed. Ja. Oké, nee, ik heb eindelijk een vriend erbij. Kijk eens, we gaan zelfs gewoon een knuffel geven, zeker ook zelfs. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel, dit doet goed. Dit voelt goed? Dat is dit echt voelt echt goed, ja, sorry. Dat naar mijn moeder, een vader voor het seks hebben en onveilig. Billen. Ik zeg altijd, erg. Tito. Allemaal. Die waren er wel bij, hoop ik. Ja. Ik zeg altijd, de ergste SOA die je kan krijgen is een kind. En daarmee verlaat ik dit. Nou, en ik wil wel kinderen later. Ja.